Goedemorgen. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. Vandaag hebben we een drukke planning. Eigenlijk was de planning om Blondie te rijden, dan naar Ivy en dan die te rijden en dan naar Rick. Maar het was echt enorm hard aan het regenen. Het is nu wel weer voorbij, ineens. En de zon schijnt, er zijn geen wolken meer, dus geen idee wat er allemaal is gebeurd. Maar ik ben Blondie aan het logeren aan de bijzet. Morgen gaan we naar een oud stalgenootje. Een vriendin van mama. Maya. Misschien kennen jullie haar nog als jullie al wat langer kijken. Zij was samen met Maaike de eigenaar van Talien. Talien de wonderpony. Daar ga ik met Blondie en Ivy heen. Voor les. Ook om te kijken hoe, nou ja, of ik daar weer wat dingen van kan opsteken. Daan is nog steeds een Gran Canaria. Lekker in het warme weer met cocktails en ik wil allemaal. Dus ik kom maandag weer terug. Even kijken hoe we het dan gaan doen. Maar nu ga ik nog even verder met de blonde pony. En inmiddels zijn we dus bij Ivy terechtgekomen. En Tess is de oefeningen van Astrid aan het doen met Ivy. Ivy vindt het best wel lastig. Je zegt regelmatig nee. Maar ja, het is voor de eigen welzijn. Dus Tess is die oefening aan het doen dat ze op eigen benen moet lopen. En dan dus de stelling de andere kant op. Je precies zit, moet je even naar de video van Astrid kijken. Want daar kan te weinig verstand van. Op de kwartwending zo? Nee, dat niet. Blijft ze wild? Ja. Nou, nee, weet ik niet. Moet je weer een keer proberen dan? Kan. Kunnen we filmen? Kunnen we kijken of het al beter gaat? Of kan. Nou, probeer maar dan. Steeds je schouders recht zetten. Dat weet ik wel. Zodat ze op vier benen loopt. Ja, dat is natuurlijk nog niet zo makkelijk. Ivy die neemt dan de pleitvaart als je er op de kwartwending zit. Ga je van F naar in dit geval C. In alle gevallen. Tijd weer terugzetten. Ze loopt niet veel te veel naar binnen. Dus moet recht lopen. Dus moet dan met haar teugels de hele tijd uitleggen. Ga recht lopen. Op allebei je benen. Dat vindt Ivy moeilijk. Zo, inmiddels hebben we een trailer van Steve en Daan, dus daar zijn we super blij mee. Dat is de huurtrailer van de Arkhoeven, dus heel erg fijn. We zijn op een parkeerplaats vlak bij de stal van Ivy. Dat komt omdat bij de stal van Ivy mensen rondlopen die dingen niet zo leuk vinden. Laten we het daar maar op houden. Dus ja, als je daar met een trailer gaat rijden en je doet, omdat je het niet weet, dingen anders, dan vinden ze dat niet zo leuk. Nou, we willen die mensen natuurlijk niet in de weg zitten. Dus hebben we maar besloten om op een parkeerterreintje in de buurt eventjes te gaan laden en lossen. Tess is Ivy halen. Ik blijf bij Blondie. Dan zetten we Ivy op de trailer. Vervolgens dan de spullen erin. Dus ze moet even twee keer heen en weer lopen. Nou, het is denk ik 3 minuten lopen, dus het valt op zich wel mee. En dan gaan we naar Maya toe. Die heb ik inmiddels een berichtje gestuurd dat we misschien wat later zijn. Want in principe zouden we het moeten redden. Maar ik wil geen stress en Ivy moet gewoon op haar gemakje kunnen laden. Dus en eventueel zelfs Blondie er nog even af om Ivy erop te krijgen. Als dat allemaal nodig is. Nou, ik hoop het niet, maar je weet het nooit. Dus dan moet je daar even de tijd voor nemen. En dan zijn we misschien een paar minuten later of een half uurtje later, weet ik niet. Ja, het is bijzonder voor ons. Ik moest natuurlijk het koppelstukjes vinden. En andere trailer. Dus daar moet je op een andere manier mee omgaan. Tenminste, omgaan. Ander kastje en andere balkjes. Alles is anders. En dat is helemaal niet erg. Maar je merkt wel dat je dan even extra moet kijken. En dan duurt dat allemaal net even langer. Geeft niks. Hij rijdt lekker. Hij ligt lekker stabiel. Dus daar ben ik heel blij mee. En zeker omdat ze een stuk moeten rijden. Kijk, daar komt Tess met Ivy. En dan kunnen we zo meteen in de trailer. Nou, Ivy laat de ene keer heel makkelijk en de andere keer niet zo makkelijk. Dus we gaan het zien, maar met geduld kom je er heel uit. Het is niet de bedoeling, zeg maar. Staan ze dan? Nou, Tess riep, mam, kom eens kijken, want wij kregen lekker te eten. En
zat Ivy in een box gezet en Blondie tussen de touwen. En toen dacht Ivy, ik ga bij Blondie staan. Ja, wat is dit? Nou ja, fijn dat ze van elkaar houden, daar ben ik echt heel blij mee, zeg maar. Maar wat is dit? En die Blondie, die vindt ze gewoon goed. Ja, jeetje. Oh, dat verzin je toch niet? Okay. Ik hou heel veel van jullie, maar jullie zijn een beetje raar, zeg maar. Dus nou ja, zo staan ze dus, we weten niet hoe lang. Maar Ivy vond dit een betere plek dan de box. Die kop ook. We zijn inmiddels bij Maya aangekomen. We hebben eerst wat lekkers te eten gekregen. Heel erg bedankt ervoor. Ik zit nu op Ivy. Daar heb ik als eerst les mee. Ze is volgens mij best braaf. Het was net wel zoals ontsnapt uit de stal. Toen is ze naast Blondie gaan staan. Dus dat was wel heel grappig. Maar nu is het tijd voor het serieuze werk en niet voor dobbelen. Dus we gaan aan het werk. En dat moet eraf. En dan moet je eigenlijk proberen hetzelfde te bereiken als wat je dus op haar voorkeurshand kan bereiken. Ja. Met die hals. Ja. En dat is lastig hoor. Zeker omdat ze alles interessant vindt. Nou, gewoon corrigeren daar. Ja, braaf paard. Maar een soort schattig, want ze kijkt door een deurtje heen. En ook steeds tijdens het rijden was het dan ook dat ik kon kijken naar haar. En dan hebben we een bek, hoi. Ik ben op Blondie. Ik heb net les gehad op Ivy. En het is nu tijd voor Blondie. Met Blondie zit er weer op. Ezellief is ook aan het zegt het tijd. Ja, ze heeft niet gezorgd volgens mij. Weer wat andere dingen gehoord en wat dezelfde dingen. Wij kunnen er weer wat mee. En dan ga ik denk ik op buitenrit samen met Mike hier. Ben je nou een beetje chill, Ive? We zijn in de sportschool. Ja, ga je in mijn hoofd. Zo zacht. Kom. Nou. Ik ga sporten. Zo, Jess en ik gaan naar... hoe heet het daar ook weer? Nou ja, daar bij Leiden, naar Horses & Hens. Samen met de boer on tour. De band is weer gemaakt. En dan mag Blondie op de aquatrainer. Deze week een keertje extra. Dan mag het zo één keer in de twee weken momenteel. Alleen Daan is natuurlijk op vakantie geweest. En die had een drukke week gelijk daarna. Dus dan is het... Oh, ga je liggen? Oké. Okay. Is het wel lekker als ze even op de aquatrainer kan. Dus wij gaan nu naar... Daar bij Leiden. Zo, prachtig weer vandaag. Het is ook warm. Ik heb de deken bij Blondie afgedaan. Yes! Jess wil heel graag paardenpoep eten. Je mag geen paardenpoep. Los! Jess houdt zo van paardenpoep. We hebben Pony. Kunnen we Pony zien? Hallo? Pony? Joehoe! Pony wil niet meedoen. Daar. En Jess. Daar. En nu gaan we naar de aquatrainer. Zo, klaar met de aquatrainer. Blondie staat weer op de trailer. Het is wel fijn dat dat allemaal alleen kan. Nou, we gaan nu lekker naar huis. Tenminste, Blondie naar huis en dan de trailer mee naar huis. Want zondag mag Ivy naar Amber toe voor het chiropracticum, moet ik zeggen. Dus we gaan lekker naar huis.